In de nieuwe Mario RPG video gaan we naar Roosendam. We komen een toad tegen die met een pop aan het spelen is. Hij lijkt een beetje op Pinocchio. En wat? Komt die pop tot leven? Dat ga je zien in deze video. Hallo kikkervis, we moeten naar het rozenpad. Oftewel hier naartoe. Hallo briefje. Deze tegels neem je automatisch mee als je erop springt. Zolang ze blauw zijn, kun je er niet vanaf springen. Oké. En dan kan ik nu wel. Ja, nu kan ik eraf. En dan weer erop. Ja. En dan... Oh, wacht. Ja, maar... En als ik er nu weer op spring... Kijk, zie je? Dan gaat hij een rondje maken. Ik dacht het al, hè? Ik dacht het al. En als ik er nu weer op ga... Maar ik wil naar de andere kant. Ik wil de andere kant. Ga eens de andere kant. Ja, dit. Precies. Een heel geheim pad zo te zien. Of moest ik hier gewoon naartoe? Dit is uiteindelijk waar ik naartoe moest, hè? Kijken. Ik ga je plampen, jongen. Kom eens. Ik kan je er niet afhalen. Bro. Ik moet tegen je aanspringen. Kom. Kom vechten dan. Oh, kijk hier. Kan ik die kist pakken? Yeah. Oké, dus we waren hier zo. Mag ik er niet langs? Kom dan. Hier. Waarom hang jij daar aan een lakkie toe? Ah, maar de... En hij vlucht zelf ook gelijk, hè? Wat een grapje, jongen. Zit hij mij te achtervolgen en vervolgens vlucht hij gelijk. Oké, Mello moet gewoon altijd bliksem doen. Dan raak ik gelijk alle enemies. Laat even Mello met rust, joh. Mello moet alleen niet bliksem doen als hij moet healen. Wat ga je doen? Wat doe je? Wat is dat? Mello is aan het slapen. Laat met Mello met rust. Oké, Mello, heal jezelf maar even. Niet kapot gaan, vriend. Hij hield zichzelf ook met regen. Heel grappig. Kijk, Mello, die kan niet zo hard slaan. Dat is best wel zielig eigenlijk. Bap, bap. Lekker, Mario. En door. Waar gaan we naartoe? Oh, nu komen we aan de andere kant van het meertje, denk ik. Kijk, hier zijn allemaal muntjes. Ja, oké, die heb ik te pakken. Oh, ik ben hier alweer aan het einde. Wacht even. Wacht even. Even op deze. Ja, top. Alleen die zeesterren moeten me even met rust laten. Ik heb geen zin in een battle. Ik wil gelijk door. Yes, toppie. Maar waar zijn die rozen dan? Dit was toch het rozenpad? Pak hem. Hoppa. Oh. Wacht even. Heel veel muntjes. Ga eens weg, Shy Guy. Let's go, Mello. Oké, die zeester die kan daar in ieder geval niet tegen. De Shy Guys die zijn niet zo'n probleem. Ik kan hem wel afweren. Die gekke... Hoe noem je dat ook alweer? Hoe noem je die dingen ook alweer? Waar je zo mee schiet. Katapult. Ja, ik wil wel gewoon al deze kistjes pakken. Let's go. Oh my god. Oké, ik ga gewoon... We gaan door. Hier is er nog één. Zo, hoppakee. Oh, daar zitten ook allemaal muntjes in. Ik wil wel lekker veel muntjes pakken. Dat is top. Misschien kan ik ook eventjes gewoon XP fixen. Als wij ze gewoon even allemaal hard slopen hier, die Shy Guys. Misschien kunnen we dan weer een leveltje omhoog gaan. Oh, en trouwens, als je deze serie kijkt, dan wil ik echt even dat je je duimpje omhoog doet. Ik wil namelijk weten of jullie deze serie leuk vinden. Laat het ook even weten in de comments. Anders hoef ik deze serie natuurlijk net zo goed niet te maken. Kijk. Mario is een level omhoog. En Mello is ook een leveltje omhoog. En bij hem gaan we zijn magie natuurlijk verbeteren. Ik denk dat het wel goed is om af en toe wat vijanden gewoon te verslaan. Om wat sterker te worden. Dat maakt het voor later in de game toch allemaal een stuk makkelijker. Wat gebeurt hier? Oh my gosh, daar is Bowser! Wat sta je daar te doen? Sta je daar je leger te trainen? Goombas, Koopas, heel veel Kamex. What? Wat? Oké. Hij heeft ze een bepaalde opdracht gegeven. Hij zegt allemaal in het gelid. Koopablo? Koopablo. Sergeant van de strijders met schilden. Oké, dat is de baas. Abrakamek, topman van de triomfantelijke tovenaars. Hey, niet dat bos in de fik steken. En tot slot Goomberta, gewaardeerde generaal van de Goomba-grondtroepen. Dit is ons moment. De overwinning ligt voor het grijpen. Samen zijn we onverslaanbaar. De kasteelbrug is kapot. Maar we vinden heus wel een manier om binnen te komen. Forwards Mars! Daar gaan ze allemaal, joh. Wat even heel zijn legertje hier, gekke Bowser. Bowser en zijn troepen zijn blijkbaar op weg naar zijn kasteel. Kom, we gaan. Roosendam is niet ver meer. Oké, we gaan gewoon keihard achter Bowser aan, jongens. Staat hij hier gewoon even in de velden. Vlakbij Roosendam. En daar gaan we dus nu naartoe. Oeh, wat gebeurt er? Wow. Vanuit het bos worden er allemaal pijlen afgeschoten. En als je geraakt wordt, kun je niet meer bewegen. Ik kan alleen maar zo blijven staan. Ik voel me net de vogel van schrikken. Dat is niet best. Hallo, kan jij nog bewegen? Sinds de dag dat er een ster neerkwam in het bos, regent het pijlen in ons dorp. Oh nee, die is ook verstijfd. Hier is iemand met poppen aan het spelen, denk ik. Zie je?
Die is een heel poppenspel aan het doen, joh. Ja, Mario loopt lekker te springen. Super sprongaanval op Bowser's hoofd. Hoppa. Oké. Volgens mij is deze Toad fan van Bowser. Meekomen, prinses. Geen gejammer. Help, help. Kan niemand me helpen? Kijk, Mario die heeft een beetje plaatsvervangende schaamte, zo te zien. En deze kleine Toad zegt... Huh? Jij bent... Mama, we hebben bezoek. Ja, schat, ik hoor je wel. Oh, hallo. Zeg, jij bent toch Mario? Ja, ik ben de echte Mario. Ja, dat klopt. Ik moet het bewijzen van kleine Toad. Hier, spring even. Oh, wat? Moeten we met hem spelen? Deze Toad heet Gaas. En mama zegt dat Mario vast liever wil uitrusten. Maar mama, jij wil ook nooit met me spelen. Hey, nee, maar eentje spelen is niks aan. Zie ik daar trouwens een Kamek-pop daar achter die bank staan? Zie je dit ook? Dat blauwe puntje daar? Ja, ja, hè? Wauw, moet ik echt even met Gaas spelen? Mario is net in de pan gehakt, dus wees jij maar Bowser. Dan ben ik Gino. Ah, ik ben Bowser. Maar nu is het mijn beurt. Oh, huh? Dit is geen Kamek. Dit is Pinocchio uit de Mario-wereld. Mario. Kijk maar uit, Bowser, want Gino knalt je helemaal ver. Pak aan. Hop. Wow, yo. Nu jij, Bowser. Oké, hier. Hoppa. Oké, je hebt er zelf om gevraagd. Hier komt de mega sterk, super deluxe, alles woeste supernova. En die knalt hij op Mario's hoofd. Ik ga stuk. Ik ben gesloopt door een kind. Oh, dit was mooi. Dit was heel mooi. Oh, wat? Wat gebeurt er allemaal? Wat is dit? Wat is dit voor sparkle ding? Oh. Komt die pop tot leven? Is het... Ja, hè? Oh, of Mario, of Bowser, of Peach. Wie gaat deze sparkle kiezen? Ik denk dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat dit ervoor zorgt dat iets tot leven wordt gewekt. En volgens mij gaan ze voor P-Mario. Wow, yo. Zo leuk. Dit is wel vet gedaan. Is mooi gemaakt ook allemaal. Ja, kijk, zijn vingers bewegen. Holy moly. Dit is Gino blijkbaar. Wat vet. Komt Gino ons helpen? Dat zou heel leuk zijn. Wow. Oké, heeft nog een beetje moeite met opstaan. Het is echt net een Pinocchio. Wat cool. Ja, je moet even eraan wennen dat hij leeft, zo te zien. Wat zijn dat trouwens voor flappies onder zijn muts? Zijn dat zijn wenkbrauwen of zo? Oké, de wekker gaat. We zijn er weer, jongens. Wakker worden met je snottenbel. Hoppa. Oké, nou, bedankt voor deze goede nachtrust. Mama, je gelooft nooit wat ik net heb gezien, zegt Gas. Het was zo cool, mama. Ik heb net buiten Gino gezien. Hij liep het bos in. Hoe cool is dat? Ja, heel cool, schat. Is Gino niet degene die pas mijn lamp heeft gebroken? Zegt mama. Maar dit was anders. Het was echt Gino. Ik zweer het. Ik heb hem echt gezien. Hij liep buiten. Dat kind wordt helemaal hyper. Kijk, zie je? De Gino-pop die is ook verdwenen. Ik ga Gino halen. Ik ga nu naar het bos. Oké, ik ben een beetje bang dat iedereen die ik praat een pijl in zijn hassels krijgt. Het is gevaarlijk buiten. Maar iemand moet toch water pompen, zegt hij. Ga jij even lekker water pompen. Deze mogen allemaal niet naar buiten omdat het te gevaarlijk is. Oh nee. Eén kleinzoon was buiten aan het spelen, maar is nog steeds niet terug. Dat is natuurlijk deze. Het is hier zo saai, had die pijl me niet op een leukere plek kunnen raken. Kan ik hier naar boven? Kan ik in die schoorsteen? Ja! Kijk! Hoppakee, kistie met een bloempie. Nou, ik kan hier allemaal dingen kopen. Ja, we gaan sowieso deze dikke broek gelijk aandoen. En deze dikke overal ook. Dit is top. Nu zijn we gelijk weer een stukje sterker. Kan ik mijn normale overal verkopen? Nou, ik krijg er 3 munten voor. Laat me zitten, dat is ook de moeite niet. Daar hou ik me overal liever. Oké, anyway. Zoveel mensen zijn hier verstijfd. Oh nee. Ik vind het toch wel weer leuk om dit gamepje verder te spelen. Want het is wel even een pracht gamepje. Er is normaal gesproken een trap naar mijn huis. Maar mijn zoontje heeft weer eens met de schakelaar lopen knoeien. Jij bent de enige die hoog genoeg kan springen om bij mijn huis te komen. Help me alsjeblieft. Ik kan niet bij je huis komen. Lukt niet. Hoe moet ik daar komen? Ik kan nog niet zo hoog springen. Misschien later. Ik kom later bij je terug. Ik denk dat ik nu eerst even het bos in moet op een of andere manier. Ik denk gewoon via de wereldmap. Het dwaalbos. Onzichtbare schat in de buurt. Ja, maar ik kan die nooit vinden, joh. Ik spring overal. Oh, hier. Oh, ik kan hem wel vinden. Lekker. Moerasmelk. Geen idee wat we daarmee kunnen. Maar het klinkt goed. Wat is dit voor paddenstoel? Oh, dat is een normale paddenstoel. Chill. Hey, Wiggler. Yo. Gaan we hier naar binnen? Hoe is het? Ik wil niet... Nee, oh, ik wilde eigenlijk niet met jou battelen. Ik vind jou leuk. Dan moeten we eigenlijk helemaal niet vechten, joh. Oké, wat gebeurt er met hem? Doe maar even bliksem, Mello. Oké, bedankt. Zie je? Deze Wiggler is volgens mij best wel sterk. Zie je? Mello is al bijna kapot gemaakt, joh. Even healen. Oh, hij is kapot. Top. Oké, we gaan hier naar binnen. We gaan het bos in. Hoppakee, nog een mushroompie.
Oh, wat? Hey, deze guy lijkt op... Wow! Wow, wacht even. Hoe kan je mij in één keer bijna kapot maken? Niet oké. Echt niet oké. Mario is gewoon in één klap bijna kapot. 40 HP eraf. Hoe dan? Moet ik hier level 86 voor zijn of zo? Dat is toch niet normaal? Oké, de rustig aan, Konky. Oké, pak ze. Oké, wat zijn dit voor gekke polletjes? Wow, wat gebeurt er allemaal, joh? Wat doen deze gekke vijanden? Oh, rotsblokken gooien alles. Ja, ik kan natuurlijk de hulp inroepen, maar ik ga dat toch nog even niet doen. Hoppakee, Amanita, op zijn hoofd. Die is ook weg. Alleen neppe Donkey Kongje staat er nog, hoor. Let's go! Oké, kan je weer leven, Mello? Ik heb je nodig. Laat het even regenen voor Mario. Opeens allemaal gekke nieuwe vijanden. Maar die gekke insecten was echt een probleem, joh. Hoe sterk is deze guy? Ja, hij ziet er ook wel sterk uit. Hij is helemaal geketend en zo, joh. Is eigenlijk ook wel zielig voor die aap, hoor. Oké, Monkey is gesloopt door Mello. Jemig, wat een battle. Ik krijg hier ook 10 experience punten voor. Oké, we moeten duidelijk oppassen voor al die vijanden hier. Oh, we hebben ook muizen. Nou, die muizen moeten we toch wel aankunnen, jongens. Bam, bam. Kijk, dat ging goed. Oh, ik mag gelijk nog een keer. Lekker, zeg. Hop, bam. Lekker. Oh, en ik mag gelijk nog een keer. Wow, yo, wat een geluk. Oh, maar dan mis ik nu. Oh, en deze muis die gaat er vandoor. Oké, ik moet er ook vandoor, jongens. We gaan even tempo maken. Zo, dit is ook geen paddenstoel die we kunnen pakken. Ja, ik ben een beetje bang van die gekke insecten hier, joh. Zichtbare schat in de buurt. Kijk, daar. Dat insect. Ik wil niet tegen hem vechten. Maar ik denk dat we moeten. Als die naar voren is, dan... Nee! Ik ben bang. Nee! Nee! Niet... Ik ben serieus bang voor dat insect, hè. Die zoomers, die moeten kapot. Oh, maar die gaan ook best wel snel kapot, zo te zien. Mello, doe je bliksem! Dat was gewoon net een of andere superzoomer, denk ik, of zo. Waarom mag jij 2 aanvallen achter elkaar doen? Oh, deze gifpel, zie je? Die was heftig, man. Niet oké. Wegwezen. Oh, hij leeft nog. Maar nu niet meer. Wow. Wat was Mello opeens sterk? Op je bakkes. Ik wilde niet eens met jullie vechten. Ik wilde gewoon langs jullie lopen. Maar ja, eigen schuld, dikke bult. Oké, ik wil ook niet met deze Wigglers vechten. En hier zijn blijkbaar allemaal buizen waar we uit kunnen kiezen. Wat als ik gewoon gelijk de achterste pak? Waar kom ik dan terecht? Weer bij een onzichtbare schat. Die ligt zeker achter die Wiggler daar. Oké. Of ligt hij hem echt te bewaken? Hij wil niet uit de weg. Oh, ja, ik spring op zijn hoofd. Zo worden we teruggebracht. We kunnen ook in één keer doorlopen. Nu wil ik die schat hebben ook. Oh, wacht. Misschien is die dan hier, precies waar die Wiggler lag. Nee. Ja, dag. Laat maar zitten, hoor. Zou een andere buis dan nog iets hebben? Ja, nee, hier wil ik... Oh, shit. Laat me met rust. Oké, spring maar even op zijn hoofd. Hoppa, lekker. En ik weet niet wat dit voor gekke vijand is. Oh, maar dat doet niet zo heel veel pijn. Oh, pas op. Vuur, auw. Vuur is nooit fijn. Pak hem. Lekker. Nou, ik heb geen idee, hoor, met al deze buizen. Echt geen zin om naar die schatten te zoeken. Je bent een half uur bezig. Ik kan die dingen niet vinden, hoor. We gaan gewoon door. Let's go. Oh, dan gaat er weer eentje de dingen. Maar wie zit nou die pijlen de hele tijd te schieten? Dat is wel even de grote vraag. Hey, deze liggen weer te slapen. Kan ik weer op zijn hoofd springen misschien? Oh, deze is wel onverstoorbaar. Oké, waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? We moeten hier langs. Hier, deze. Oké. En dan moeten we hier naar boven. Let's go. Ja, deze paddenstoel kunnen pakken. Yo, daar staat hij. Ja, we moeten hem echt gaan helpen. Misschien is hij ook wel op zoek naar de mysterieuze pijlen gooien. Dat gaan we zien in de volgende aflevering. Doe een duimpje omhoog als je dat wil zien. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!